Hoi, van harte welkom bij deze video. Mijn naam is Helene. Ontspanningsoefeningen zijn er in echt heel veel soorten en maten. En omdat ik werk als ademcoach, is het natuurlijk wel heel normaal dat mensen denken en ook vinden dat ik ademhalingsoefeningen aan ze moet geven. Nou, dat is wat ik ook wel doe. Maar door de vele jaren heen heb ik veel ervaring opgedaan en ook gezien dat het doen van ademhalingsoefeningen soms niet leidt tot het gewenste resultaat, bijvoorbeeld meer ontspanning. Want de meeste mensen willen meer ontspanning. En ik denk ook dat meer ontspanning, als je daar macht over krijgt, als je daar zeg maar grip op krijgt in je leven, dan heb je goud. Want in actie komen, dat is eigenlijk, dat gaat gewoon vanzelf. Maar weer ontspannen, wat ons lichaam eigenlijk ook altijd als vanzelf heel goed kan. Maar soms als je te veel druk bent, ja, dan wordt dat steeds moeilijker. Dus leren ontspannen, daar heb je gewoon meer aandacht voor nodig vaak. En een ademhalingsoefening kan je dus daar heel goed bij helpen. Maar wat nou als je gewoon eigenlijk een beetje in de stress schiet van die ademhalingsoefening? En dat zie ik echt heel vaak. Dat mensen gaan tellen. En dat ze dit en dat. En dan, ja, dan willen ze het goed doen. Dat is het altijd. En hoe? Als je dus ontspanning wil en je wil heel goed doen. Wat gebeurt er dan? Dan komt er eigenlijk gewoon spanning. Nou, dat is nou net wat je niet wil. Want je wil juist ontspanning. Je wil juist van die spanning af. Wat je namelijk naast ademhalingsoefening op vele manieren, die zijn er, wil ik je een hele simpele tip geven om het eens anders te doen. Dus wanneer je meer wil ontspannen, nou, wat je dan kan doen, en je wil even niet op de ademhaling letten, wat je dan kan doen is het volgende. Ga ergens op liggen. Dus dat kan zijn een bank, liever niet een matras waar je heel diep in zakt, ietsje harder, maar als dat het enige is wat je hebt, is het ook oké. Of een yogamatje, zoiets. Je ziet waar je echt gewoon helemaal mooi rechtop ligt. En als je dan helemaal ligt, ga dan eens je focussen om het ga dan eens focussen op het geluid om jou heen. Dus even niet op je lichaam, ook niet op je gedachtes, ook niet op je emoties, je gevoelens. Maar je gaat je focussen op gewoon geluid om jou heen. En stel nou dat jij ergens boven op een berg zit. Nou, misschien hoor je wel vogeltjes. Of je ligt op die berg. Je kunt het trouwens ook zitten doen, hè. Maar liggen is altijd lekker om te ontspannen. Maar als je dus focust op het geluid om je heen, hè. Kijk en hoor en voel, ervaar gewoon wat dat met je doet. En elke keer als er een gedachte komt, laat je gaan, want hey, jij was bezig met focussen op geluid om je heen. Dus stel je voor, je zit niet op die berg, dus je hoort geen vogeltjes. Maar je woont in een stad en je hoort allemaal verkeer. Dan hoor je dat. En wat er vaak gebeurt is, bij mensen die last van spanning hebben, die horen iets, die voelen iets en er wordt een soort op buttons gedrukt. Zo noem ik dat maar. En dan gaat bijvoorbeeld het geluid van verkeer of geluid van wat dan ook, dat maakt dat er allemaal gedachten komen. Dus de uitnodiging, de oefening is dat jij blijft focussen op het geluid. En doe dat gewoon een paar minuten. Dus als je het verkeer hoort, dan hoor je ook misschien je gedachten, maar die laat je gaan. Echt zuiver het verkeer horen. Hoe klinkt dat eigenlijk? Of wat er ook maar om je heen is. Nou, stel nou voor, het is helemaal stil bij jou. Er is geen wind, je bent niet buiten, er is geen verkeer. Er is helemaal niks. Nou, ik ben hier nu ook alleen thuis en als ik helemaal stil ben, hè, dan hoor ik de koelkast. En wellicht hoor je zelfs de koelkast niet. En ga dan gewoon eens horen hoe het geluid van de stilte is. Ik was eens een keer in Frankrijk op een landgoed. Dat heette Sablou. Echt geweldig mooi. Bij de Auvergne, volgens mij iets zuidelijker dan de Auvergne lag het. En
Ik weet nog zo goed. We liepen dat terrein op. En ik zei, moet je eens horen? En Marcel die bij me was, die zei, ik hoor het ook. We konden de stilte horen. Het was echt geweldig. En ik vond het zelf zo bijzonder, omdat het zo anders klinkt. En het is dus zo stil. Maar de grap was dat omdat het zo stil was, konden we het verschil horen. Ik vond het echt een geweldige ervaring eigenlijk, dat kon. Want ik woon in Almere, daar is altijd wel geluid, hoe dan ook. En ik was laatst in Friesland, nou daar is ook toch best nog wel aardig wat geluid. Want dan is het wel weer een tractor of zo die langs komt. Maar het is gewoon een leuke oefening om hem anders te doen dan de adem. En daar wil ik je eigenlijk attent op maken. Dat zoek, ja, doe het anders. En ik vind het inmiddels een heerlijke oefening om te doen. Mijn focus op geluid en mijn gedachten laat gaan. Heel veel succes. Doeg!